Bijna 49.000 lopers. 5.500 daarvan zijn militairen. Er zijn maar enkele feitjes van de aankomende editie van de Vierdaagse. De 100ste. Ja, we zijn jarig, hè. We worden 100, dus kennelijk horen daar veel cadeautjes bij. Ik vind het prima. Nou ja, we hebben van PostNL zojuist vanmiddag prachtige postzegels in ontvangst genomen. Die speciaal gedrukt zijn in het kader van de 100ste Vierdaagse. De Koninklijke Nederlandse Munt heeft een bijzondere penning geslagen in het kader van de 100ste Vierdaagse. Daar heb ik ook het eerste exemplaar van mogen ontvangen. Er is een nieuwe gladiool gekweekt met de naam The Walk of the World, hoe passend. Ook daarvan heb ik een soort van eerste exemplaar in ontvangst mogen nemen. Zo blijft het cadeautjes regenen. Overigens heb ik ook een vrijblijvende uitnodiging voor de Vierdaagse gekregen. Ergens in augustus, geloof ik, in de Nijmeegse. Nou, dan moeten we de agenda nog even optrekken, maar het regent cadeautjes. Dat doet het al een tijdje en ik hoop dat het dat nog even blijft doen. Duurzaamheid is belangrijk. Dat is een thema wat we al een jaar of drie nu doen. Ik vind het heel bijzonder. Altijd dat vuurwerk wat we doen, dat milieuvriendelijk is. Voor de tweede keer dit jaar. Zeldzaam in Europa. En wat ik leuk vind is dat wij samen met de binnenstadsmensen die gewoon overlast hebben, dat we ook juist een beetje op een duurzame manier, door het aanbrengen van coating, het wildplassen tegengaan. En dat is niet alleen grappig en dat mensen erover praten. Maar dat heeft ook alles te maken met duurzaamheid. Want gevers gaan er gewoon aan als je dat doet. En we willen wel een beetje een stad houden die er over 100 jaar nog is. De urine, daar waar de plaskruisjes zijn, daar wordt de verzamelde urine, daar gaan we de fosfaten uithalen. Fosfaten worden eruit gehaald en dat wordt een soort van mest. En overigens gaan we op donderdag die mest ook aanbieden aan de boeren in Groesbeek. En op diezelfde donderdag hebben we natuurlijk ook eten bij de boer op de Burgerstraat met lange tafels. Waarin wij noemen dat van riek tot vork, het voedsel rechtstreeks uit de regio op onze tafel krijgen. We zijn in 2011, als ik me goed herinner, voor het laatst in het Goffertstadion geweest met onze vlaggenparade. Daarna zijn we er daarmee gestopt om moverende argumenten destijds. Ja, nou is de 100ste editie. Dan probeer je dus een aantal elementen vanuit het verleden weer even terug te halen. De 55 kilometer is er ook zo'n voorbeeld van. Dus we hebben bedacht van hoe kunnen we nou een vlaggenparade anno 2016 wegzetten. En dat hebben we gevonden in een parade met vlaggen. En dat betekent dat op zondagmiddag voorafgaande aan de Vierdaagse een enorme stoet van, ik schat zo'n 1500 tot 2000 mensen. Militaire burgers, Nederlanders, buitenlanders. Met alle deelnemende landen, vlaggen, maar ook de 12 provincievlaggen vanuit Nederland. Vanuit Lent de Waalbrug overtrekken door de binnenstad van Nijmegen om de vlaggen naar de wedrennen te brengen. En die laten ze daar ook achter. Die moeten daar natuurlijk ook de hele week blijven staan. Als je mij één ding kijkt, wij zijn bij de 100ste. En dat is een heel bijzonder historisch moment. Wij zeggen over 10 jaar, hè, wij waren erbij. We were there. Hè? Wij mogen daar aan deelnemen. Nou moet je eens voorstellen dat jij bij het wereldrecord speeddaten jouw partner tegenkomt. Hè? Je man of vrouw die ontmoet je en dan zeg je over 20 jaar nog, wij kwamen elkaar tegen bij de 100ste. Is het niet geweldig? We hebben wandelaars die 50 kilometer lopen, of 55. Ook 40 met bepakking, hè, dat telt ook als 50. En uit die groep wandelaars zijn 100 wandelaars geselecteerd. 4 groepjes van 25. En ieder groepje van 25 gaat op één van de marsdagen de 50 kilometer 2 keer lopen. Dus that's it. 100 wandelaars die op één dag, die allemaal één dag een dubbele afstand lopen. Maandagavond gaat de eerste groep van start. Ik denk rond 1:05. Die zijn 's nachts 2:30 terug. Hebben dan even rust en starten om 4:00. Met de reguliere wandelaars weer weg om dat rondje voor de tweede keer te lopen. Die 25 mensen die moeten echt bij elkaar blijven lopen. Die hebben begeleiding in de vorm van een verzorgingsbusje. Daar zal iets met motoren omheen hangen om ze in ieder geval veilig over de weg te trekken. Want we kunnen het natuurlijk niet hebben dat in het holst van de nacht die 25 helemaal verspreid gaan lopen. Die blijven echt bij elkaar. De tweede keer, als ze met alle andere wandelaars gaan lopen, dan mogen ze het zelf uitzoeken. Maar de eerste keer is een strak groepswerk met groepsverzorging en alles wat daarbij komt kijken.